Hey, what's up internet? Als Belgen stroomt er altijd een beetje modder en zand met de geur van olie en benzine door onze aderen. Toch wordt de laatste tijd onze geschiedenis als echt motocrossland zomaar te grabbel gegooid. Als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen rondom het circuit in Olmen en alles wat er gebeurd is rondom het circuit in Lille, weet je gewoon dat het 11:55 is voor de motocross in België. Daarom geen enthousiaste Let's Find Out vandaag, want dit is serieus. It takes an advanced sense of humor. I don't expect everybody to understand. Even een roundup. De laatste maanden waren het voornamelijk de drie zandcircuits met Lommel, Olmen en Lille die het zwaar te verduren kregen. Lommel kon gelukkig met zijn aantal kleine aanpassingen nog open blijven, maar voor Olmen, waar zelfs al bijna niet meer gecrossed werd met gewone crossmotoren, en voor Lille was het helaas een ander verhaal. Het is dan ook op de situatie in Lille waar ik graag even wat dieper op wou inzoomen. Op 11 januari viel hopelijk voorlopig maar het doek over MC Lille. De omgevingsvergunning die eind 2022 opnieuw was afgeleverd door Vlaams minister van Omgeving Zoël Demir, werd vernietigd door de claim van Natuurpunt samen met vier buurtbewoners omwille van het feit dat deze vergunning in der tijd wegens hantering van onwettig soepele geluidsnormen onwettig zou zijn afgeleverd. Ook speelt volgens de Raad van Vergunningbetwisting de aanwezigheid van het natuurgebied een cruciale rol. Het natuurgebied in kwestie is de Visbeekvallei Kindernauw en volgens de Vlaamse milieuwetgeving mag een motocrossterrein niet korter dan 500 meter bij een natuurgebied liggen. Allemaal heel erg leuk, maar wanneer je weet dat het motocrossterrein er al ligt van 1974 en dat de vallei van de Kindernauwbeek slechts cultuurhistorisch beschermd is sinds 1996, althans volgens de info die je kon vinden op de website van de Vlaamse overheid, dan weet je gewoon dat het een moeilijk verhaal wordt. Je kan het motocrossterrein namelijk niet zomaar oppakken, een beetje verder duwen en dan is het probleem opgelost. Helaas, zo werkt het niet. En waarschijnlijk zullen ook de buurtbewoners die zijn komen klagen hier pas zijn komen wonen nadat het motocrosscircuit er was. In ieder geval, je weet gewoon, er moet iets gaan gebeuren en het kan ook. Zeker als we kijken naar onze buurlanden. Wanneer we met name gaan kijken naar Nederland, zien we dat het ook anders kan. Volgens de trackmap van de KNMV hebben ze daar maar liefst 69 circuits tot hun beschikking. Nochtans zitten ze ter vergelijk hier ook met een bevolkingsdichtheid die vergelijkbaar is met die van België en kan het verschil dan ook misschien gewoon gevonden worden in de lokale cultuur. In Nederland kennen ze bijvoorbeeld meer kernbebouwing in plaats van de uitgestrekte lintbebouwing bij ons in Vlaanderen, waardoor de kans op nabijwonende buurtbewoners die kunnen reclameren op de overlast die het circuit potentieel kan veroorzaken ook gewoon groter is. Ook heeft Nederland met het MX Masterplan een duidelijk plan en organisatie die haar clubs helpt met de ondersteuning op verschillende fronten om zo de opening van deze circuits te kunnen blijven vrijwaren. Kortom, in België moet er nog heel veel gebeuren, willen we opnieuw het mekka van de motocross worden, samen met de circuits die hierbij horen. Of je nu fan bent of niet, daarom kan je ook enkel maar het elektrische verhaal dat ze in Lommel willen lanceren toejuichen, want ieder initiatief dat helpt de perceptie ten opzichte van de motocrosswereld te verbeteren en helpt circuits open te houden, is wat mij betreft een goed initiatief. Maar wat denk jij? Wat moet er volgens jou nog allemaal gebeuren in de Belgische motocrosswereld? Laat het me zeker even weten in de commentaren en laat zeker ook even weten waar volgens jou wel nog eventueel plaats zou zijn voor een nieuw motocrosscircuit. Laat zeker ook een like achter als je het met me eens bent, subscribe op mijn kanaal en dan zien wij elkaar de volgende keer wel weer terug. Bye! This is the worst!